Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel mooi herfststuk maken. Een herfsttaart om precies te zijn en een apartere. Het is een beetje een combinatie tussen een taart die eerder online is gekomen en een krans, de aparte krans. En dat gaan we verwerken in één taart, dus echt superleuk. Dus wil je die video's nog even terugkijken, die staan nog gewoon online, dus dat kan je even terugzoeken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dat blijft op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Ik zie dat heel veel mensen niet geabonneerd zijn, dus druk eventjes op die abonneerknop. En jij zorgt ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Dus een kleine moeite, maar je helpt mij wel groeien. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder een kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Voordat we beginnen heb ik een leuke winactie voor jullie. Wat moet je daarvoor doen? Laat even hieronder weten wat je graag zou willen leren. Of als je niks geen wensen hebt, kan je ook laten weten welke video jij het leukste vond. Zet het even hieronder, doe even een duimpje omhoog en dan doe je mee en maak je kans op een cadeaubon van 15 euro. Dus dat is natuurlijk superleuk. En dan gaan we nu gauw beginnen. Misschien is dit wel je favoriete video die we vandaag maken, dat kan natuurlijk ook. Ik heb een mooie taart voor jullie. En allereerst ga ik dat eventjes in folie doen. Zodat je hem ook op elke schaal kan neerzetten. Ik wikkel het folie er gewoon omheen en zet het even vast en dan knip ik het overige af. Een elastiekje en die doe ik daar even omheen. En dan heb ik allerlei houtjes. Dat vind ik altijd heel mooi in de herfstsfeer. Mooi warm. En die zet ik er tegenaan. En door het elastiek houdt hij hem dan even mooi tegen. En zoals je ziet kun je de houtjes een keer door midden doen. Want hij moet ongeveer de lengte hebben van de zijkant. We gaan hem niet zo hoog maken. Dus je meet even uit hoe lang ze dan moeten zijn. En daarna zetten we ze allemaal er rondomheen. Als je dat er allemaal netjes omheen hebt gedaan, heb ik een stukje wol. En die geeft al die mooie warme kleur aan. En hier leg ik gewoon eventjes een knoop in. En dat kan je precies over het elastiek doen. Het elastiek kan je er eventueel laten afhalen. Maar het geeft wel net even iets extra stevigheid. Dan heb ik een mooi pompoenetje. Een kleintje. En deze leg ik in het midden. Dat vind ik al een mooie basis. En daaromheen gaan we werken op groepen. Deze leg ik gewoon zo in het midden. Je kan hem vastzetten met een stok, maar ik vind het ook wel fijn om, om gewoon zo los erin te leggen. En dan kan je een beetje mos onderleggen, omdat de oase nat is, dan schimmelt het niet zo snel. En dan heb ik mooie distel en daarin maak ik een rijtje. En ik maak als het ware een beetje een spiraal. Dus ik bind hem een beetje in een cirkel. Ik steek.
En dit doe ik totdat je geen bloemetjes meer hebt. En eigenlijk begin je dan in het midden en ga je naar de buitenkant toe. Dan heb ik mooie Craspedia. En die werk ik net naast de pompoen. En ook daarmee volg ik de spiraal. Je moet dus even denkbeeldig cirkels maken. Dus we maken niet elke keer cirkels er strak omheen. Maar ik vind het wel mooi en speels om dat net even iets aparter te maken. Appeltjes. En hiermee begin ik aan de buitenzijde met steken. Ik zet ze even op satéprikkers en ik laat hem dus weer meelopen. En dan gebruik ik nog even een mooie hortensia die ik heel compact op draad zet. Dus ik maak echt kleine stukjes. En op draad zetten doe ik weer als volgt. Ik pak hem bovenaan vast. Maak een lusje met het ijzerdraad. En ik wikkel het eromheen. Dan blijft hij mooi compact en droogt hij vaak ook mooier in. En zo kan je hem ook heel klein verwerken. En zoals je ziet, omdat je hem niet in rechte rijen eromheen doet, maar meer in die spiraalvorm werkt, maak je hem net even iets aparter. De buitenzijde heb ik ook half gedaan, is niet helemaal rond. En dan maak je het stukje net even anders dan anders. En je werkt dus elke keer heel compact. Mooi om kleine stukjes dadel aan toe te voegen. Dit zet ik met krammetjes vast. En ik maak echt de dadel echt klein. Dus echt de zijtakjes. En die zet ik tussen op de plek waar er nog ruimte is. Maar ik volg wel weer de lijnen. Nog wat berengras en ook deze laat ik meelopen met het stuk en zet ik gewoon vast met een krammetje. En deze brengt diepte en ook spanning in het stuk. Geweldig mooie herfst staat. Echt heel anders. En kijk hoe mooi dat bijvoorbeeld staat op het dienblad. Je kan hem eigenlijk op elk gewenste ondergrond neerzetten.
Dus ja, dit was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat even een leuke reactie achter. Want dan doe je ook mee met deze winactie. Waarbij je kans maakt op een cadeaubon ter waarde van 15 euro vrij te besteden in onze webshop. Wil je dit pakket bestellen? Ga dan naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder een kopje cursuspakketten. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En zie jullie mij de volgende keer weer. Doei!